Hoi en welkom bij de gekste, grootste en tofste Slime Sunday video tot nu toe. Ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. En voordat we gaan beginnen gaan we uiteraard proberen om de like op van vandaag te halen. En dat wordt de 11.000. Oeh, help me dus zeker eventjes met dit like door deze video een dik blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet ook absoluut niet om te abonneren op mijn kanaal. En klik dan ook meteen op dat notificatiebelletje dat naast de abonneerknop staat. Want op die manier blijf je namelijk op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. En als je dat hebt gedaan, dan gaan we nu beginnen met de video. Als je al eerder slime video's van mij hebt gezien, dan weet je waarschijnlijk wel dat ik een fan ben van glitter. En niet zomaar, ik ben een hele grote fan van glitter. En normaal gesproken stop ik 1 of 2 pakketjes in het slijm. Alleen, vandaag leek het me leuk om er niet eentje in te stoppen, maar 3! Oké, dat is natuurlijk een grapje. Eigenlijk gaan we voor de 50! Kijk hoe ongelooflijk veel glitter dit is, jongens. Ik vind het helemaal prachtig. Het is glitter in allerlei verschillende soorten kleuren en groottes. En ik kan niet wachten om het in het slijm te stoppen. Maar misschien heb je het wel opgemerkt, want we missen nog 1 klein dingetje. En dat is natuurlijk het slijm. Dus dat moeten we gaan maken. Maar allereerst moeten we natuurlijk wel eventjes van dit glitter af. De slijmingrediënten staan klaar. Dus allereerst hebben we natuurlijk lijm nodig. En dit is doorzichtig lijm. Zodat we de glitter zo meteen kunnen zien. Maar moet wel open kunnen. Woehoe! Daar gaan we dan, jongens. Oh, wow. Oké, ik denk dat ik dit hele ding gewoon lekker leeg ga maken. Dat is echt superveel. Maar gelukkig is deze bak mega, mega groot. Dus dat past vast wel. Ik weet niet waarom. Maar het ruikt een beetje naar luiers. Schone luiers, maar toch luiers. En dan gaan we uiteraard door naar de baking soda. Daar gaan we een laagje van over doen. En ik weet nooit precies hoeveel, maar we gokken gewoon. Ik denk dat dat wel oké is. En dan moeten we het gaan roeren. Oh my goodness. Dat ziet er zo tof uit. Ah, ik zou echt willen dat de slijm gewoon zo doorzichtig blijft. Maar helaas, we weten nu al wel dat het een beetje witte gaat worden. Dus alsnog hartstikke leuk natuurlijk. En dan gaan we door naar de lenzenvloeistof. Ik ga er flink wat in gieten. Ik weet niet waarom ik het daar zo geluid maak, maar... Ik denk dat dat allemaal wel genoeg is. En dan gaan we mijn spierballen uitoefenen. Zo. Woe. Begint het wat te worden? Yes! Okidokie. Dat heeft nog een flink wat geroer nodig volgens mij. Maar... Oh, I love it. Het blijft leuk, jongens. Altijd. Yes! Okidokie. Het slijm is nu helemaal gemaakt. En dit ging eigenlijk best wel snel. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. En jongens, het voelt zo heerlijk en lekker zacht aan. Het is een klein beetje plakkerig, maar dat wil ik natuurlijk omdat er glitters in moet blijven zitten. Dus dan heb ik nog wel 1 dingetje wat ik moet doen, want ik heb het gevoel alsof deze bak net ietsje te groot is. Dus ik ga dit slijm eventjes verplaatsen naar een iets kleinere bak. Here we go. Ik heb geen idee hoe ik dit ga doen. Zo in proberen te stoppen, jongens. Oh my god. Ah, yes. Ja. Het is wel gelukt, jongens. Woehoehoe. Dan is het nu tijd voor glitter in dit slijm. Oh, ik kan niet wachten. Alles staat helemaal klaar op de tafel. De dekseltjes zijn er afgehaald. Dus ik kan er gewoon lekker snel doorheen gaan. Ik ben wel bang dat het misschien te veel glitter is voor het slijm. Maar dat gaan we gewoon zien. Dus ik ga beginnen met deze prachtige jumbo glitter, jongens. Ik ga er gewoon voor. 3, 2, 1, go!
Nou jongens, we zijn bij de laatste twee flesjes aangekomen. Dus dit is 49 en dit is flesje nummer 50. Dus proost! En here we go! Hé, ik heb helemaal zo'n oranje koningsdag gevoel. Ta-ta-ta-ta. Lastig om alles helemaal te krijgen, maar... Yes! Okidoki! En nou... Alle flesjes glitter zitten hier nu in en ik vind het helemaal geweldig. Oh my god, het ziet er zo ontzettend tof uit. Een beetje als een soort van zwembad of zo, jongens. Dan is het nu natuurlijk tijd om al dit glitter door het slijm heen te mengen. Dus ik ga mijn veiligheidsbril opdoen, want ik heb ooit een keertje glitter in mijn ogen gehad. En dat was geen pretje. Ik ben best wel zenuwachtig om mijn vingers hierin te stoppen. Maar het moet toch wel echt gaan gebeuren. Dus ik ga er een beetje doorheen harken. Om te kijken of we de laagjes kunnen zien. Wow! Oh my god, jongens. Dit ziet er zo ontzettend gaaf en prachtig uit. En het voelt heel zacht. Wat? Het voelt een beetje alsof ik een kat aan het aaien ben of zo. Wow. Oh my goodness. Het is zo ongelooflijk gaaf en prachtig. Oh. Oh, het voelt heerlijk. I love it. Nou, als we al het glitter nou eventjes door elkaar heen mengen. Zo. Dan moeten we nu gewoon eventjes het slijm naar boven halen. Je kan het niet eens zien, jongens. Maar het zit hier toch wel echt onder. Ik pak het gewoon eventjes vast. Oeh. Oh, oh, oh. Yes. Oké, nou dit is echt maar gewoon het begin. Oh, het slijm is nu al gewoon helemaal weg. Ik hoop dat het er een beetje aan vast blijft plakken. Maar het kan zijn dat het te weinig slijm is. Zo. Ah, dit is toch gewoon onmogelijk. Help, wat? Oké, dat gaat er lekker overheen. Zo. Glitters over het slijm heen. Woehoe. Oké, blijven mengen. Ik begin nu een beetje dat plakkerige slijm te voelen. En dan kan ik er wat glitters overheen doen. Zo. En dan blijft het lekker goed plakken. Dus dat is natuurlijk een goed teken. Het wordt wel echt opgenomen in het slijm. Zo. Megan. Oké. Er zit nog flink wat slijm hieronder. Dus dat ga ik er ook nog eventjes tevoorschijn halen. Zo. Volgens mij is die nu best wel redelijk geworden. Dus laten we hem even uithalen. Ta-ta-ta-ta. Wow. Nog een keertje. Kijk jongens. Wauw. Ik wil dat stiekem eigenlijk gewoon gebruiken als mijn dekbed. Want ik vind hem zo ontzettend prachtig. Yes. Oh my god. Dit is toch geweldig om mee te spelen. Ik denk dat de naam die ik hier aan ga geven een gesmolten discobal is. In ieder geval vind ik dit project helemaal geslaagd. Het was echt super geweldig om te doen. En I love it. Yes. Hey, heb je deze video nou helemaal tot aan het einde bekeken? Bewijs dat dan eventjes door het een duimpje omhoog te geven en het codewoord van vandaag in de reacties onder deze video achter te laten. En dat is Glitter Disco Ball. Ik kijk heel erg uit naar al jullie reacties en dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei!